Ik heb geen werk, ik heb geen vrije tijd, ik heb een levensstijl. Toen dat ik mijn eerste kever kocht, was de hobby oude auto's. Gewoon verzamelen, gewoon koesteren, dat was eigenlijk bijna ongezien toen. De kever was eigenlijk een beetje uit het straatbeeld aan het verdwijnen. En zo ben ik eigenlijk zelf stilletjes, maar zeker in de kevers gerold. En bedoel, ja, dat is zo verder gegaan. Op een gegeven moment zijn we dan naar meetings beginnen gaan. Eerst nationaal en op een gegeven moment naar Engeland. En daar waren dan onderdelenmarkten die daar gigantisch groot waren en waar onderdelen te koop waren, waar wij zelfs bestaan niet van af wisten. Om 9 uur ging die markt er open, zaterdagsmorgens. En om 9:10 was al ons geld op. Het jaar erop, terug naar Engeland. En dan was ik eigenlijk al een beetje aan het kijken van ja, tja, misschien kan ik dat zelf ook wel naar België gaan importeren. En daar is eigenlijk de rest van de geschiedenis, van de professionele geschiedenis, eigenlijk echt gestart. Na 7-8 jaar in die zaak te zijn, kwam er een aantal personeelsleden en dan kreeg ik terug een zondag vrij of een zaterdag vrij, waar ik terug aan mijn eigen auto's kon beginnen werken. En toen is de echte passie terug begonnen. En dat maakt dat we vandaag met een uitgebreide verzameling zitten. Een van de lievelingen van de collectie, dat is ongetwijfeld mijn 1964 Volkswagen Type 3 Notchback. Net voor mijn 50ste verjaardag krijg ik telefoon vanuit Zweden van een hele lieve man. En die zegt, ja, ik heb gehoord dat jij wel wat auto's koopt en ik wil een paar auto's verkopen. Zou jij er interesse in hebben? Naar Zweden, naar Stockholm, kom ik bij de Notchback. De auto was in absolute nieuwstaat. Ik kon daarin zitten, kijk op de kilometerteller en er stond 8500 kilometer op. Ik word een beetje emotioneel als ik eraan denk. Een auto met minder dan 10.000 kilometer, dat ze dat gewoon hebt kunnen kopen, dat is het mooiste dat er is. Ik ben Bob. Een Volkswagen, dat is voor mij absoluut mijn levensstijl. Ik zou echt niet zonder kunnen.